Ja. Die huisregels van het stadhuis. Nou, ik probeer heel lang met iets te regelen met ze, maar je kunt er niks mee regelen. Zal ik je dat vertellen? Niks. Ik zit te wachten van een bericht. Er komt geen bericht. En volgens hun is iedereen gelijk. Ja, ze weten van als je met mij gaat praten, dan praat ik met jou. Dus dan weet je het. Maar ik wil even zeggen van die boeren die staan nu langs de kant van de weg. Zo van met hun trekkertjes en ditje. Toen ik helemaal in het begin langs de kant van de weg ging staan van jongens. COVID betekent agenda 21 en ze naaien ons. We zijn bezet door een vreemde mogendheid. Kill Bill komt bij meneer Rutte uit het torentje. Het is geheim en daarna zitten we in de COVID-vaccinatie, QR-code, dictatuur. Krijgen we klappen erbij, worden we versjagd waar we bij staan. En dan hoor je niemand. En nu in één keer, oh, zielige boeren. Oh, nou de boeren werken voor Monsanto. Voor de Rabobank. En de Rabobank die zegt, prijsakkoord, CETA verdragen, gaan jullie echt wel onteigenen. Want ja, bevel is bevel. Zo gaat het nou helemaal in Europa. Hè? Allemaal gelijk. Nou, dus ja, dus hier staat ook. Hier. Grondwet voor de Koninkrijk der Nederlanden. Dat was ooit voor het Europa, de EU, waar we met z'n allen nee hebben gestemd. Toen hadden we dit. Hier, artikel 1, dat betekent dat is de hoogste. Hier, maar dat klopt niet, want ritueel slachten, dat mag je zo weten. Gewoon dierenmishandeling is dat. Dierenleed, kwellen. Het is een offer aan Satan. Maar dat mag je niet zeggen, maar dat zeg ik dus wel. Worden gelijk behandeld. Nou, ik vind het helemaal niet dat iedereen hier zomaar naartoe kan komen. Omdat wij bommen gooien op hun land en de resources afpakken. En dat we daarna het haasje zijn. Ik wil geen haasje zijn. Nee. Dan blijft alleen het hazenpad over. En ja, we kiezen toch echt voor de aanval. Dus, of je zegt, boe, boe, boe. Denk alsjeblieft zelf na. Vroeger kwamen ze altijd op me afgestormd, zo van, hey, nazi, wat doe je hier? Maar tegenwoordig zeggen ze, oh, laat hem maar met rust, want het wordt altijd alleen maar erger als je met hem praat. Ja, dan komt je met me praten, ik wil niet met je praten, dan ga ik tegen je praten, omdat je niet met me praat, maar tegen me praat. Nou, dat word ik even kwijt. En ik heb gehoord van de geheime dienst van Zutphen dat je gewoon hier mag staan, en dat is openbaar, publiekelijk, mogen ze niks van zeggen, dus... Daarom, ik ben goed op de hoogte, dan weet je het. Tuut, geef het hard op. Nou, hier wil ik het eigenlijk belaten. Want dan duurt het niet te lang en er komt zoveel onzin uit. Ik moet zelf ook dan aan luisteren, wil ik niet. Dus daarom, Vivi Sexy, het moet gestopt worden.